Beste kijkers, welkom bij een nieuwe Vraag het aan Ed. En die vraag komt vandaag van Jeroen en heeft alles met snoeken te maken. Ga Jeroen, hoi! Hoi Ed! Je bent al drukdoende. En je hebt een vraag, heb ik begrepen. Dat klopt. Altijd als ik een schepnet gebruik tijdens het snoeken, dan kan je of het schepnet vernielen of je handen of de snoek zelf. Ik heb begrepen dat er een betere manier is. Dat schijnt de kielgreep te zijn. Klopt. Hoe doe ik dat? Ja, we kunnen het hoger pas laten zien als we een snoek hebben gevangen. Maar inderdaad, het zijn prachtige vissen, maar ze hebben veel te veel tandjes om zo je kunstaas uit te peuteren. Die bek moet open, dat gaat met de kielgreep. Maar dan moeten we dus eerst een snoek vangen. We gaan gewoon proberen een snoek te vangen. Kan ik het laten zien, kan jij oefenen. En dan heb je het voor de rest van je leven heb je het in één klap door, want het is niet zo moeilijk. We liggen vaak onder die stijgers, liggen wel snoeken. Die zijn toch wel... Het zijn natuurlijk mooie plekken om een aanval te openen. Dus... Ja jongens, snoeken is zoeken en je moet je vooral niet uit het veld laten slaan als het een keer niet lukt. Wissel regelmatig van kunstaas. Heb je op één plek een volger gehad of een misser, even een tik erop en je ziet niks meer. Wissel dan vaak van kunstaas en dan pakt hij hem dikwijls hoor. En ik heb sets bij me, maar ook dit soort dingen. Van die dubbele pluggen die een prachtige turbulentie in het water maken. En ja, blijven gaan. En bijna altijd wel wordt het beloond. Bijna altijd wel. Laten we hopen vandaag. Moet gewoon. We moeten dus niet vangen. Zit er al wat beweging in, Ed? Nou Jeroen, ik heb het idee dat we een brug te ver zijn. Nou, toch zijn dit vaak wel goede plekken. Die pijlers en zo van brug, maar ook onder wat langere bruggen. Dan ligt dikwijls snoep hoor. Yes! We hebben er één. Hey! Nou, kom ik maar naar jullie toe, voorzichtig, hè? Oh, de eerste, Ed? Het is maar een heel kleintje, Jeroen. Het is een snoekje. Kijk. Oh, maar kijk eens, hij springt helemaal, hè. Kijk eens. Oh, wat een schatje. Kijk, dan kan je hem natuurlijk gewoon, omdat het een kleintje is, kan je hem eerst gewoon zo beetpakken. Ja. Kijk, en dan zie je dat zwerfdrechtje wat onderaan de shed hing, dat heeft hij precies in zijn bek. Dat is losgeschoten. Nou moet je natuurlijk het haakje eruit. Nou kan je het beste gewoon... Kijk, die kielgreep is eigenlijk... Je gaat gewoon hier in zijn bek. En je doet altijd... Dus je gaat langs de kiel, tussen de kielbogen door. Nooit tussen de kielbogen zelf, maar tussen de kiel en de kielboog. Pak je een beet, zo. Ja. Je doet je vuist dicht. Niet dat je duim in die bek kan komen, zeker bij een grote snoek. Kijk, en nu heb je hem zo te pakken. Kijk eens. En nu kan je heel goed, omdat die bek open is... Kun je heel goed... De drecht verwijderen. Ja. Dus altijd een vuist maken en dan heb je hem zo keurig open. Zo. En je kan hem, als je linkshandig bent, kan je hem zo onthaken. Ben je rechtshandig, pak je hem met de linkerhand, doe je de kielgreep, onthaak je met je rechterhand. Ja. Nee, maar dat is nog een kleintje, we gaan voor een groter. Hè? Precies. Ja. Ik kom eraan. Gaat dat hier kleintje? Zo? Ja. Hey Jeroen, een mooie! Hij is 5 centimeter groter, Ed. Hey. We kunnen hem gewoon weer zo pakken. Je pakt hem eerst zo. En dan pakken we hem weer hier. Nou... Hieronder. Ja? Kijk, je ziet ook heel goed mijn vingers zitten nu. Die is al los. Ja. Hij komt, kijk, hij is al los. Maar zie je dat wanneer je...
dus langs die kiel gaat, dat dat goed gaat, dat je ook je handen niet openhaalt. Dat gaat prima. En dat je ook niet in de kiel mag grijpen. Nee. Wil je het een keer proberen? Ja, uiteraard. Leg je hengel maar even neer. Zo, zo daar langs. Nee, ja, zo. De andere, en maak als het ware. Zie je? Ja, dan heb je. Ja. Zie je dat je dan zie de bek open hebt? Zie je vingers vrij. Ja, dan zie je vinger. Dan kan je heel goed onthaken. Hey, je loopt heel leuk. Dit is gelukt. Mooi in de tweede is binnen. Ja. Dat komt hier ook nog niet. Nou, Ed. Even lekker een boterham. Nou, een paar snoepjes. Maar kan zo'n kielgreep nou geen kwaad voor zo'n snoek? Nou, weet je wat is, Jeroen? Die bekken van snoeken zijn natuurlijk niet gemaakt. Of van die mensenhanden misschien, of wel met een zootje ringen eraan in een bek te stoppen. Aan de andere kant, snoeken eten baarzen en andere scherpe prooien. Dus ik denk dat het meevalt. Belangrijk is natuurlijk dat je hem goed beetpakt in één keer. En als er een wat grotere snoek is, zeker boven de 50, boven de 60 centimeter, dus dat er flink gewicht aan zit, dat je hem in ieder geval ondersteunt. Dat je niet zo'n snoek van een meter zo alleen maar aan die kaak laat hangen. Want ja, daar zitten natuurlijk wel allerlei ophangsel aan. Maar als dat gewicht eraan hangt, zal het ongetwijfeld niet echt super zijn. Dus je trekt hem uit het water, dat kan even zo, en dan ondersteun je hem. Of je legt hem op de grond, of je neemt voor hele grote snoeken een onthaakmat. En dan doe je de kielgreep en dan steunt hij als het ware op de grond, onthaak je. Kan geen kwaad. Zit het dan met snoekbaars hetzelfde? Ja, eigenlijk wel. Snoekbaars hebben nog iets steviger kop en bek als een snoek. Maar het kan prima. Snoekbaars hebben ook wat minder gemeende tanden. Maar je kunt ze ook heel goed onder de kiel pakken. Hetzelfde effect, bek gaat open, je kunt uitstekend onthaken. Dus dat geldt zowel voor snoek als snoekbaars. Alleen baarzen, dat is wat anders. Die hebben geen tanden, hebben niet zo'n enorme muil. Die kan je vaak in de onderkaak pakken, onthaken of gewoon beetpakken. Maar voor snoek en voor snoekbaars werkt het perfect. En Jeroen, je kan nog zo goed de kielgreep hebben geleerd. Zorg altijd dat je je onthaakmateriaal, een goede stevige tang, in dit geval een arterieklem, maar je kan ook een andere goede onthaaktang, altijd bij de hand hebt. Eventueel een kniptangetje erbij, dat als er een haak rot zit, dat je hem kan afknippen. Maar dat is belangrijk, hè? Als je die niet bij de hand hebt, maar wel de kielgreep kan, dan kom je nog geen steek verder. Dus het is altijd een combinatie van beide. Mooi, Ed! Mooie snoep! Ja. Ja, dat is een goede. Kijk eens. Ja, dat is een hele deftige. Zo dan. Kijk eens. Oh, mooie man. Heel rustig tikte die er in één keer op. Ja, joh. Zo, mooi. Kijk eens. Kan ik hier staan? Oh, hallo. Hallo. Wakker worden. Hallo. Oh, hij gaat gewoon staan. Hallo. Kom eens eventjes. Doe eens rustig aan. Kijk eens. Dat is de kielgreep. Zie je? Die wouden we zien. Gelijk zo ertussen. Hoppa. Kijk eens. Oh man, wat een snoep joh. Dat is een mooie. Ja. Kijk. En dan zo ondersteunen. En zo heb je hem vast. Zie je? Ja. Hij is over de 80. En kun je nou zien of het een vrouwtje of een mannetje is? We gaan ervan uit dat snoeken tot 80 centimeter kunnen mannetjes zijn. Vanaf een centimeter of 80 zijn het vaak vrouwtjes, die grote. Okay. Pak hem maar eens over hier zo. Zo helemaal er langs zo. En ondersteunen. Ja, zo doe je natuurlijk de kielgreep. Prima toch, zo? Kijk eens. Hij zal even bij moeten komen. Daar gaat hij. Kijk eens. Kijk eens, schitterend. Daar gaat hij. Wat een beest, hè? Nou Ed, het werkt fantastisch. Ja, Jeroen, ik vond het altijd een beetje spannend, maar dat valt reuze mee. Ik ga het voortaan ook zelf toepassen in mijn eigen sport. Hartstikke bedankt. Ja jongen, heel graag gedaan. Ik vond het echt fantastisch. Een mooie einde met zo'n snoek kan haast niet. En dan hebben jullie een vraag. Stuur hem naar mij, naar Ed, oftewel het Visblad, apenstaartje, sportvisserijnederland.nl. En misschien kom ik naar jou toe. Ja.